Ook dit seizoen ga ik steeds weer praten met drie mensen die prominent in het nieuws waren. Ik ga het nieuws met ze doornemen ook. Allereerst is hier LPF Tweede Kamerlid Mat Herben. En dan heb ik hier regisseur en columnist onder werk Theo van Gogh. En tenslotte moordenaar, dierenrechtactivist en amateurscheikundige Volkert van der G. Dat kan toch absoluut niet. Wat is dat nou? Dat vind ik echt. Dat is nou echt weer de publieke omroep. Wat is het, meneer? Ik zal er ook voor zorgen dat de VARA ook 5% op het budget gaat worden. Dat kan toch niet? Je kan mij toch niet naast Volkert van der G neerzetten? Wacht even, meneer Herben. Het feit dat ik iemand uitnodig wil niet zeggen dat ik het mee eens ben. Ik bedoel, ik heb Theo van Gogh ook uitgenodigd. Ik heb u ook uitgenodigd. Ja, dat is ook wel weer waar, ja. Ja, maar toch, ik vind dat ik heb puddingbroodjes meegenomen. Oh. Maar het gaat gewoon niet gezellig worden op deze manier natuurlijk. Ik heb met allebei de heren een beetje een akkefietje. Ja. Nu Volkert van der G is gewoon de moordenaar van Pim. Ja, vermoedelijke moordenaar natuurlijk. Dat weet ik zelf ook wel. Iedereen is natuurlijk onschuldig. Totdat het tegendeel bewezen is. Ja, dat zou meneer van Gogh ook eens in zijn oren moeten knopen. Volkert, iets drinken. Het is televisie. Heb je bezwaar dat er camera's bij zijn? Dat is hier wel gewend. Ja. Trouwens, hartverwarmend om te zien hoe dat salon socialistische klapvee hier de moordenaar binnenhaalt alsof het Sinterklaas is. Nou, zeg dat. Iemand bezwaar dat ik rook? Nou, dat heb ik liever niet. Mooi. Roken moet mogen natuurlijk. En ik rook zelf ook wel eens een sigaretje. Dus, meneer Herben. Sinds de laatste keer dat u hier zat, is er nogal wat veranderd. U was partijleider, maar u was nog geen dag op vakantie. Of ze hebben u eruit gewerkt omdat u te meegaand was? Nou, zo is het niet gegaan natuurlijk. Nee, het is zo gegaan dat ik zelf ook al behoorlijke lode last op mijn schouders had rusten. Toch. Dus ik heb zelf ook gewoon een stap terug gedaan. Het was voor mij ook wel welletjes. Het is niet omdat ik nou zo meegaand ben. Nee, nou, maar wel inschikkelijk. Inschikkelijk, daar kan ik niet mee gaan. Goed, nou, ik kom zo nog even bij je terug. Theo, even naar jou. Je begon het seizoen vol goede moed. Als columnist bij Harry Mens, in business class. Daar ben je voor de zoveelste keer in je carrière ontslagen. Wat ik me nou afvraag is, hoe komt het toch dat jij altijd binnen de kortste keren iemand weet te beledigen? Ja, dat is een hele intelligente vraag van de huismongool van de VARA. Maar ik moet je het antwoord schuldig blijven, Jack. Het overkomt me gewoon. Ja. Nou, voor de mensen die het gemist hebben. Theo die heeft beweerd dat Mat Herben steekpenningen zou hebben aangenomen om die nieuwe straaljagers erdoor te drukken. Wat volkomen uit de lucht gegrepen is. Dus daarom heb ik meneer ook voor de rechtbank gedaagd. Ja, maar die aanklacht heeft u alweer ingetrokken. Heb ik alweer ingetrokken, ja. Ja, nee, meneer is natuurlijk, heeft zijn excuses aangeboden. Dus ik heb nog nooit van mijn leven mijn excuses aangeboden. Dat moet dan ook zo'n gerucht zijn. Goed, ja, jongens, ik heb puddingbroodjes. Puddingbroodjes. Ja, gezellig. Volkert van der G. Er is één vraag. Er is één vraag die het Nederlandse volk al maanden bezighoudt. En het is, waarom gaat een gezonde man bij zijn volle verstand in de bloei van zijn leven, een leuke vrouw, je hebt een baby, waarom gaat zo'n man in godsnaam in Harderwijk wonen? Man, zeg wat, mijn handen jeuken! Het is mijn ultieme natte droom, hè? Om heel Nederland te beledigen zonder je bek open te doen. Ja. Je hebt nogal wat teweeg gebracht in het land. Volg je het nieuws een beetje, want er dreigt weer een oorlog, hè? Oh, gaan we het nou hebben over het gehakketak binnen de LPF? Nou. Over de manische depressie van Winnie de Jong. Alsof er niks binnen de PvdA gebeurd is, potverdomme. Zeg, alsof de hele kaastop niet aan het diggelen ligt. Maar daar hoor je nooit wat over. Nou. De afgelopen week stonden de kranten helemaal bol van de problemen bij de Partij van de Arbeid. Ja, dat is ook wel weer zo. Ja. Pim zou zeggen, geen commentaar. Oh. Nou, dat zou Pim nou nooit gezegd hebben. Nou, ik zal niet weten wat Pim gezegd zou hebben. Ik zou niet weten wat Pim... Ik heb Pim begeleid bij 250 interviews, notabene. Ik heb nog steeds een lijntje met Pim. Pardon? Ja, nou... Een lijntje met Pim, hoe bedoel je? Ja, ik ben een soort mediamiek begaan.
Hè? En dan krijg ik nog steeds boodschappen van... Kunt u dat een keer voordoen? Dan? Nee, dat laat zich niet dwingen. Dat komt en dat gaat zoals het gaat. Dat laat zich absoluut niet sturen. Hè. Dat komt een beetje als poepen. Ja. Ouder komt een tweede lijntje. Ouder komt een tweede lijntje binnen wisselgesprek. Het is toch een bloody shame! Mat, wat heb je dat goed gedaan, zeg, in de formatie. Oh, zoals je mijn gedachten goed hebt vertegenwoordigd en hebt verdedigd als een tijger. Geweldig gedaan, hoor. Pop, verdikke me, Mat. Echt geweldig. En zoals je die JSF er doorheen gedouwd hebt. Dat was voor mij echt een inschattingsfout, hoor. Ik ben er zo blij mee dat de JSF er door is. En die vreselijke Theo van Gogh, wat verspreidt je leugens over jou, Mat. Terwijl je het allemaal zo goed bedoelt en zo goed doet. Wat is er trouwens van dat standbeeld voor mij geworden? Ik heb nog steeds geen standbeeld gezien. Kijk af en toe eens naar beneden. Ik zie geen standbeeld. En waarom kwam ik niet in de troonrede voor? Kevin, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Nou, ik had het idee dat u contact had met Pim. Oh, is het weer zo laat? Heeft u nog iets over mij gezegd? Nee, heeft helemaal niks over u gezegd. Volkert, en ik doe het niet graag, dat zeg ik erbij, maar ik denk dat je dan toch moet confronteren met, schokkende beelden. Ach, nee. Nee. Kijk, die komkommer, die maakt geen muziek, die roept au. Ja. Je praat. Ja. Ik praat op zich wel vaker, maar alleen als ik echt geëmotioneerd ben. Normaal gesproken ben ik niet echt een prater. Ik ben zelf meer een doener, zeg maar. Juist, ja. Is dat ook de reden geweest dat je zo betrokken bent bij alles wat groeit en bloeit en wat ons dagelijks boeit, dat je tot die schokkende daad bent gekomen? De groot inquisiteur van de linkse kerk ontpopt zich als een groot denker. Het heeft er allemaal niet zo heel veel mee te maken. Ik bedoel, dat je voor de groente bent en voor de dieren, dat wil nog niet zeggen dat je meteen terrorist wordt. Nee, het is bij mij eigenlijk allemaal begonnen zo'n jaar of wat geleden. Zat ik te kijken naar het Lagerhuis. Ja. Toen was daar Pim Fortuyn te gast, die ik eigenlijk nog helemaal niet kende. Nee. En toen zei Marcel van Dam, u bent een minderwaardig mens. Nou, toen ben ik daar eens een beetje op gaan letten. En op zich viel me dat allemaal nog niet direct op. Maar toen hoorde ik opeens Melkert zeggen van Nederland wordt wakker. En toen kwam Rozemuller, maar dit is nu de rechts, dit is extreem rechts. Mm-hmm. En toen kwam Tom de Graaf met het verhaal van Anne Frank. En toen ben ik me een beetje gaan verdiepen in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En mijn boeken erbij en zo. Ja. En, ik moet zeggen, dat is toch geen leuke tijd geweest. Nee. Ja, om de dode dood niet. Nee. En toen kwam ook nog de VVD met die vergelijking van Mussolini. En toen dacht ik op een gegeven moment, hier moet iets gebeuren. Ja. Hier moet ingegrepen worden. Die Fortuyn werd voor mij, als het ware, een soort van... Demon. Demon werd Demon. Het eigenlijk. En toen dacht ik, iemand moet iets doen. En ik dacht bij mezelf, Volkert, je woont in Harderwijk, wat heb je te verliezen? Ja. Toen ben ik begonnen met de voorbereidingshandeling. Dus ik ben eerst vlieglessen gaan nemen. Oh. Maar dat was helemaal niet nodig. Ik had een pasje gemaakt om binnen te komen, binnen te smokkelen bij het Mediapark. Maar ik kon gewoon doorlopen. Ja. Uiteindelijk heb ik dat pistool van Melkert gewoon toegestuurd gekregen. En nog keurig teruggestuurd. En niks, geen bedankje, niks. Okay, zo is het een beetje gaan. Ik moet gaan afsluiten. Deze tijd. Heb je nog plannen voor de toekomst? Nou, ik denk dat ik de komende 40 jaar in een tamelijk strak schema ga leven. En daarna, wie dan leeft, wie dan zorgt. Zeg Ik moet ermee gaan stoppen nu. Het is, Heb ik verteld dat ik in december naar Griekenland ga? Nee. Die vliegtuigspotters, met zelf ook een vliegtuigspotter. Ja. Om die te ontzetten. Oh? Ja. En gaat dat lukken? Dat denk ik niet, maar Griekenland 2 weken lekker in de zon. Theo van Gogh, volgende keer.